Goedendag en welkom bij een nieuwe uitzending van het Vlaams Belang. Het verhaal dat ons naar de keel greep deze week is zonder twijfel het verhaal van die restaurant-uitbaatster die een restaurant moest toedoen door de corona en naar de bank ging om uitstel te vragen voor haar lening en als antwoord kreeg: mevrouw, u kan beter eerst de spaarrekening van uw 7-jarig zoontje leeghalen. Onbegrijpelijk voor ons als Vlaams Belang. En over die onbegrijpelijke houding heb ik het met Wouter Vermeers. Dag Wouter. Hoe komt het eigenlijk dat de banken deze echt wel schandalige houding nu ineens beginnen aan te nemen? Maar we zien dat sinds in tegenstelling tot de eerste lockdown, dat in de tweede lockdown nu heel wat ondernemers het moeilijk hebben in een onderhandeling met de bank. Zeker die hardst getroffen sectoren. Ik denk aan de hotel, de restaurants, de cafés, maar ook de kappers, de contactberoepen en dergelijke meer. De voorkramers krijgen niet langer betalingsuitstel op hun lening. En we zien eigenlijk dat heel wat kleine zelfstandigen, kappers bijvoorbeeld, of iemand die zaakvoerder is van een evenementenbureau, die zich niet kan laten bijstaan door een goede boekhouder of een financieel expert. Ja, en de onderhandeling met de banken trekken zij meestal aan het kortste eind. Maar we nu denken, dit land heeft nu al 20 jaar de liberalen in de regering, we hebben nu zelfs een liberale premier, dat die de ondernemers zouden steunen, maar die verhouding bankje-regering, ja, kunnen ze daar eigenlijk op rekenen? Wel, we zien dat voor deze regering, als het is om nieuwe belastingen in te voeren, ja, dan kan het blijkbaar niet snel genoeg gaan. Maar als het is om onze ondernemers en hun werknemers te ondersteunen, ja, dan is er plots veel meer tijd nodig. We hebben 10 jaar geleden maar liefst 20 miljard euro aan die banken gegeven. Alle hardwerkende ondernemers en hun werknemers samen, de belastingbetalers, hebben dat gedaan voor de banken. Het is nu eindelijk tijd aan die banken om iets terug te doen voor de samenleving. Die ondernemers, die kleine zelfstandigen, tonen zich ook heel solidair door hun deuren correct te sluiten. Zonder inkomsten, zonder perspectief. En diezelfde solidariteit zien we niet bij de ministers en deze regering. Het is eigenlijk vaak roepen dat die banken zo'n korte termijn geheugen hebben. 10 jaar geleden gingen ze bijna over kop en hebben we als samenleving ze steund. En nu doen ze niet iets voor onze samenleving te steunen. Maar wat zijn onze voorstellen dan als Vlaams Belang in de parlementen om die ondernemers, die zelfstandigen, te ondersteunen? Wel, ten eerste heeft Alexander De Croo, toen hij nog minister van Financiën was, met veel poeha de zogenaamde bankenbazooka aangekondigd. Maar dat blijkt eigenlijk een waterpistooltje te zijn. Dat is een garantieregeling waarbij de overheid garant staat voor de leningen van die zelfstandigen. Die regeling die moet aangepakt worden, versterkt worden en uitgebreid worden. En ook die betalingsuitstelregeling, die tot voor kort gold ook in de eerste lockdown, die moet nu ook voor de tweede lockdown uitgerold worden en dus verlengd worden. Dus er zijn daar 2 heel concrete maatregelen die op tafel liggen. En die moeten aangepakt worden. En daar treuzelt deze regering. Ik zei het al, als het om belastingen in te voeren is, gaat het onmiddellijk. Maar als het om zo'n maatregelen aan te pakken is, dan is er plots veel tijd nodig. Dank u wel voor deze korte toelichting. Wouter, blijf de zelfstandigen steunen en de ondernemers in het parlement. En wie eigenlijk ook onze steun verdient, dat is zowaar Pippi Langkous. Want Pippi Langkous is de baarlijke duivel voor de stad Gent. Op boeken van Pippi Langkous komt nu een sticker: let op, racisme. En daar gaat onze reportage van deze week over. We bevinden ons aan de Gentse Stadsbibliotheek De Krook. In deze bibliotheek wil het Gentse Stadsbestuur Pippi Langkous nu brandmerken als racistisch. Voor ons kan dit niet. Vlaams Belang vraagt zich af hoe dit mogelijk is. We zullen dan ook in de gemeenteraad en in het Vlaams parlement daar protest tegen aantekenen. Waar wil dit stadsbestuur mee heen? Al onze jeugdhelden afschaffen? Na Zwarte Piet hebben we het nu over Dumbo, de Aristocats, allerhande andere spookjes. Dit kan niet. Voor het Vlaams Belang moet er paal en perk gesteld worden aan het brandmerken, het op de brandstapel gooien van onze jeugdhelden. Pippi Langkous was voor mij in mijn jeugd iets waar ik naar opkeek, dat ik naar kijk. Pippi Langkous is niet racistisch. Wij willen in de toekomst dat ons erfgoed, onze jeugdhelden, gevrijwaard wordt. Vlaams Belang zal hier blijven voor strijden.
Eigenlijk ongelooflijk dat Pippi Langkous zelfs een politiek issue is. Het lijkt erop dat links alles wilt verzieken, zelfs onschuldige kinderverhalen. Het volgende thema dat we vandaag kort behandelen is dierenwelzijn. En het Vlaams Belang heeft een hart voor dieren. En daar heb ik het vandaag over met Els Sterks. Dag Els. Dag Tom. Els, je bent Vlaams parlementslid en komt uit Herentals in de mooie Kempen. En jij en je collega's hebben een voorstel ingediend, een voorstel van decreet ingediend, om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen. Klopt. Waarom is dat eigenlijk nodig, Els? Omdat de strafmaat nu eigenlijk veel te laag is. Een maximumstraf op dierenmishandeling bedraagt op dit moment 6 maanden. Dat is het maximum dat ze kunnen geven. Maar daardoor heeft een onderzoeksrechter niet de macht of de bevoegdheid om mensen die een zware mishandeling doen ten opzichte van dierenwelzijn op te pakken. Ah. En dus hebben wij voorgesteld nu in ons voorstel van decreet om de strafmaat op te trekken naar 3 jaar, zodat een onderzoeksrechter effectief tot aanhouding kan overgaan. En ook om aan de rechterlijke macht duidelijk te maken van kijk, dierenmishandeling is een ernstig misdrijf en daar kunnen ook ernstige straffen voor uitgesproken worden. Dus bijvoorbeeld die kerel die ooit kandidaat is geweest op de groenlijst, die hondje Dribbel heeft doodgestoken, die zal eigenlijk nooit veroordeeld worden. Maximum tot 6 maanden, wat betekent eigenlijk nooit de gevangenis. Ja, dat klopt. Voor dierenwelzijn is er op dit moment dus een te lage strafmaat en ze hebben die persoon wel kunnen oppakken, maar dat was enkel omdat hij in bezit was van verboden wapendracht. Maar dus niet voor diermishandeling. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dus zo'n voorstel van decreet dat we hebben ingediend, dat moet op applaus onthaald worden. Dus iedereen zal hebben goedgekeurd. Dat was ook ons idee. We dachten, daar kan niemand niet tegen zijn. Iedereen in de commissie dierenwelzijn die draagt toch het hart op de juiste plaats als het voor dieren, over dieren gaat. Maar wonder boven wonder, ze hebben allemaal tegengestemd. Dus dat was voor allemaal. Ons... Ook N-VA. Ook N-VA. En voor ons was dat heel hard verschieten, omdat wij toch bij alle mensen merken dat er een heel groot maatschappelijk draagvlak is om dierenmishandeling strenger te gaan bestraffen. En het is vooral voor elke dierenliefhebber een slag in het gezicht dat alle andere partijen tegen hebben gestemd. Maar Ben Wijts profileert zich als de dierenliefhebber. Dat is ook minister van Dierenwelzijn. Dus ook zijn partij heeft tegen. Waarom eigenlijk? Ja, zij gaven aan dat het nu nog niet het moment is en ze zijn zelf bezig om in een groter kader de strafmaat voor dierenwelzijn te bepalen. Maar deze kan perfect opgenomen worden nu in de, in de wetgeving, waarbij dat we dus 6 maanden gaan verhogen naar 3 jaar. En als zij nog extra beslissingen daarin kunnen nemen, kunnen we dat daar gewoon bij aanpassen. Maar we moeten nu die strafmaat verhogen. Als we nog jaren gaan wachten, want ik vermoed dat ze er tegen 24 mee gaan uitpakken om dan natuurlijk de verkiezingsstunt te plaatsen. Maar ondertussen staan de dieren wel in de kou die mishandeld worden. Daar kunnen de mensen niet zwaar genoeg voor gestraft worden. En een partij als Groen, die traditioneel zowat zich ook profileert op dierenwelzijn en hart voor dieren hebben, waarom stemmen die eigenlijk niet gewoon mee met ons? Ja, Tom, dat is de vraag stellen, is de vraag beantwoorden. Hè. Wij zijn Vlaams Belang, dus Groen zal nooit iets van ons goedkeuren. En dat is zeer spijtig, omdat zij zich inderdaad ook profileren als dierenpartij. En ik denk dat geen enkele partij dit... niemand had dit verwacht, dat dit zou weggestemd worden. Eigenlijk toch verschrikkelijk dat het cordon belangrijker is in stand voor Groen dan dierenleed uit de wereld. Ja, klopt. Onbegrijpelijk. Het Vlaams Belang zal altijd op die nagel blijven kloppen dat dierenwelzijn uitermate belangrijk is. Het Vlaams Belang hanteert de slogan met de dieren tegen de beesten. Hartelijk dank om te kijken en tot volgende week.